Woehoe, denk om die fiets. Die zit toe te kijken wat haar grote zus doet. Nou, laat ik het ook maar eens weer gaan doen. Hallo lieve vrienden, toen was ik een beetje laag, zo. Een hele goede dag allemaal. Het is vandaag alweer reeds maandag. En we leven op 9 november om 7 minuten over 1. En ja, ik ben er al een tijdje uit. Astrid die heeft beneden al klaar, want ze is nou eens een keer beneden begonnen. En ze is nou boven bezig. Ik heb al WhatsApp berichten gedaan. Ik heb telefoontjes gepleegd, Karen die heeft mij gebeld en er zijn nog twee buiten aan het gek doen, geloof ik. Geweldig. Wow. Denken jullie om die fiets? Zo dan. Geweldig. Heerlijk! Rijka! Rijka! Laat ik er even uitsloven, hè? Kindertjes. Zo, lukte jou dat ook nog, groter? Geweldig! Leuk, hè? Ze vlogen zo over Rijka heen, schitterend. Lekker even spelen, hè? Geweldig. Heerlijk. Maar oké, lieve vrienden. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenmol. En inderdaad, nu is het een beestenmol. Want ze maken er een heerlijke puinhoop van. Ja, het wordt ook tijd dat mijn tuin dicht komt. Ja. Echt, want je krijgt het ook allemaal in je huis. En mijn huis is net beneden helemaal schoon. Dus ja, dat wil ik eigenlijk wel graag zo houden. Dus wie voelt zich geroepen en wie heeft er gratis tuintegels voor mij? Oftewel, terrastegels, hoe noem je dat? Ja, trottoirtegels. Ja, ik wil dat stuk dicht. Daarachter bij de schuur is het open, moet dicht. De moestuin wil ik weg hebben. Vriendin van mij die heeft nog van deze gewassen grindtegels. Zeker die kunnen ze niet brengen.
Dus die moeten opgehaald worden. Nou ja, en dat gaat ook niet met mijn scootmobiel. Dat moet er eentje wezen die een goede auto heeft met een goede kofferbak of een aanhangkar erbij heeft. Elwing mag niet. Niet aan die blaadjes komen. Mijn is ten oren gekomen dat die vergiftig zijn. Ik weet het niet, maar ja. Ik ben geen tuinman. Ik heb er geen verstand van. Nou, heerlijk toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik doe het met hun ook. Ik zou zeggen, doe het ook met een lach. En dan komt alles weer goed. Toch? Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, en zoals jullie zien, we zijn weer thuis. En die heeft lekkers gekregen. En daar op de bank, hij heeft hetzelfde gekregen. Hè? Doet hij het of doet hij het niet? Ja, kom maar. Die zit toe te kijken wat haar grote zus doet. Nou, laat ik het ook maar eens weer gaan doen. Maar ja, bij haar duurt het langer voordat ze het op hebt. Dan, bij deze dame. Is het lekker, Elwing? Is het lekker, meisje? Nou, het smaakt een beest. En Kandalf die zit achter de deur te eten. Dus die laat me lekker rustig. Hij wil nog steeds niet de kamer in vanwege die grote dame daar. Maar daar kunnen we ook niks aan doen. Komt vanzelf wel. Ik ga niks opdwingen, nee. Hij zit daar, kijk, ik doe straks wanneer die klaar is, haal ik het daar weer weg. En dan doe ik de deur gewoon weer op een stukje open. En dan kan die binnenkomen. Nou, heerlijk toch? Dat is toch genieten. Nou ja, en ik heb een bakje koffie. Ja, dus daar ga ik van genieten. Ja, en ik heb de computer al aan. En ik wacht op een telefoontje van Karin. En dan zullen we het beleven. Ze zeggen tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer eventjes. Ja, ik ben trots op mijn twee meiden. Hé, ja nou. Of niet dan? Hé, waar ben je? Kom maar. Kom dan. Hallo. Och, gussie. Kom maar. Jij ook? Ja, dat is voor vrouwtje. Dat mag je niet eens niet hebben. Kom maar. Rijke mag ook. Ja, ik ben even dus weg geweest om boodschapjes te doen. Niet veel, ik had niet veel nodig. Maar ja, de dames moesten alleen nog blijven. Maar ze heeft niet gejankt, niet geblaft, niks. Nee, ik ben super trots. Ja. Hè? Ja, en dan gaat vrouwtje koffie maken en koffie drinken. En even de bounty opeten. Nee, zo'n vrouwtje. Jullie hebben koekjes gehad net. Ja. Ja, net koekjes gehad. Dus nou is vrouwtje aan de beurt. En daarna zal ik weer met ze wandelen. Er is ook een vlog bezig om naar YouTube gebracht te worden. Dat wordt automatisch allemaal gedaan. En ja, dan kan ik lekker even naar een bak koffie. Daarna weer even aan de wandel. Even een lekkere blok lopen. En dan zien we wel weer, maar het wordt ook wel aardig knapjes aan, een beetje schemerig. Dus ja, ik weet niet of dit de laatste vlog gaat worden, maar ik ben bang van wel. Tenminste, de laatste keer dat ik dat ding pak, ja. Hé? Ja nou? Maar in ieder geval kan de pret allemaal niet drukken. Het is nou eenmaal die donkere tijd, donkere dagen voor de feestdagen, zeggen we dan, hè. Ook moet ik de kerstspullen weer van zolder zien te krijgen. En dan gaan we weer langzamerhand beginnen met versieren. Ja, maar wat ik doe, weet ik nog niet. Ik heb eigenlijk geen zin om allemaal weer die slingers door die kamer heen te hangen en te doen. Ik denk wel nog voor de ramen, dat ik het wel doe. Dat vind ik gewoon zelf ook leuk. Maar door die ik zie wel wat ik doe. Ik weet het nog niet. Nee.
moet het eerst maar voor zolder af hebben, voordat ik weet wat ik ga doen en wat ik zal gaan doen en wat ik moet gaan doen, etc. En ook, ja, wat voor kleur mijn boom? Wit met zilver of goud met brons of gemengd? Wit, zilver, goud en brons, maar ja, ik vind één kleur vind ik toch het mooist. Wit of zilver, wit met zilver of brons met goud. Maar ja, ik weet het nog niet wat ik daarmee doe. Ik heb 2 kerstbomen. Maar waar moet de tweede neerzetten? Zo zit ik ook al te denken. Hè, dat, maar ja, we merken het wel. We doen, ik ga mijn best proberen te doen. En, wat is er, mijn meid? Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Want het is nou reeds 4:15. Dus ja, geniet ervan met een bakje thee of een bakje koffie of een sapje of wat dan ook. En voor straks smakelijk eten. Bon appétit. En geniet ook van jullie avond. Liefdevolle avond gewenst. Het zij je, dat je alleenig bent, het zij dat je met dieren bent of nog een heel gezin. Maakt allemaal niet uit. Of jeugd onder elkaar. Ik weet het allemaal niet hoe het er bij jullie eruit ziet. Maar in ieder geval, geniet met elkaar. Wees lief voor elkaar. Wees aardig. Ga niet op de vuist, want er is momenteel al genoeg op de wereld. Ja, meer dan dat. Maar ik zou zeggen, voor later op de avond, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, gezond uit je bed zien te komen. Hé, ja nou? Ja, hè, Erwin? Ja? En dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!